Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van Van der Vlerk. En Ter Haar. We hebben twee gasten. We praten straks met Michiel van Luyn. Hij is betrokken bij een hele bijzondere expositie, As in Beeld. Eerst Hubertine Stultjens. Zij is betrokken bij het jaarthema van de gemeente Tiel, Werk en Buurt. Nu aan tafel Hubertine Stultjens. Hubertine, van harte welkom. Dankjewel. Jij bent politiek actief in Tiel. Ja. Voor ProTiel. Ja. Als hoedanigheid ben je hier niet namens ProTiel alleen. Een werkgroep dat zich bezighoudt met het jaarthema. Vertel. Klopt. Ik ben hier voornamelijk inderdaad als raadswerkgroep lid. Officieel helemaal. Raadswerkgroep lid? Ja. En je zit niet in de raad. Dat is op zich knap. Nee, ik ben commissielid. Het is voor raads- en commissieleden. Mm-hmm. We hebben dit jaar het jaarthema Wijk en Buurt. En ik namens onze partij zit. Wat is een jaarthema? Voor iedereen even. Ja, elk jaar kiest de gemeenteraad van Tiel sinds een aantal jaar een jaarthema. Vorig jaar was het bijvoorbeeld senioren. En dit jaar is het thema wijk en buurt. Ja, wat gaat er nou gebeuren met zo'n wijk, zo'n jaarthema? Ja, de bedoeling is eigenlijk dat je een bepaald thema dus in het zonnetje zet. En dat we daaromheen een aantal initiatieven stimuleren of zelf opzetten. Eigenlijk een extra steuntje in de rug geven. En eigenlijk wel altijd met als doel dat het, ik vind het zelf niet zo'n heel mooi woord, een vliegwieleffect heeft. Dus dat het wel wordt doorgezet. Klinkt een beetje populair, hè? Ja, hè? Ja, ik vind het ook niet zo fijn woord. Wij zullen het eens gaan beginnen en dan moet het maar aan gebeuren. Ja. Hey, wijk en buurt, klinkt heel mooi, mm-hmm. maar best wel lastig om daar vorm aan te geven. Klopt. Ja, met name ook omdat het vooral gaat om, we willen eigenlijk vooral burgerinitiatieven in die wijken en buurten eigenlijk een stimulans geven. Dus we zijn daar ook best wel zoekend geweest als werkgroep van wat kunnen wij nou doen? Dan denk ik aan barbecues en van die parties op het gazon bij ons. Dat is een van eigenlijk de drie grote dingen die wij onder de vleugels hebben genomen of organiseren. Is de Burendag. Dat is al een bestaande dag van het Oranje Fonds. En wij willen dus ook extra aandacht daaraan geven. En dat zijn inderdaad, moet je denken aan de buurtbarbecues en eigenlijk hele kleine dingen. Maar het is nog steeds niks nieuws. Nee, klopt. Maar we zijn wel een ander initiatief, of tenminste een ander iets wat we aan het organiseren zijn, is de prijsvraag. Daar hebben ook al een aantal mensen zich voor opgegeven. Waarbij we mensen, initiatiefnemers eigenlijk uitnodigen om hun idee of hun initiatief voor hun buurt in te sturen. En dan is eind november is daarvan de prijsuitreiking. Er zijn ook echt wel leuke geldbedragen te winnen voor initiatieven. Om de initiatieven eigenlijk een steuntje in de rug te geven. Leeft het een beetje, mijn buurt? Voor zover ik het weet, niet van dit initiatief af. Of nee, klopt. We hebben de eerste oproepen hebben we nu gedaan via bijvoorbeeld Tiel Actueel in de stad Tiel. Nou ja, ik zit nu hier weer. Er komen nog folders over die prijsvraag en over die slotavond. We hebben ook 27... Kun je daar al concreet over zijn? Je bent er nu toch? Ja. Over die prijsvraag? Ja, zeker. Dat is een prijsvraag met vier categorieën. Uit mijn hoofd eentje een categorie voor nieuwe initiatieven en voor wat langer lopende initiatieven. Categorie voor jongeren. En dus een categorie voor de leukste activiteit tijdens de Burendag eind september. Maar waarschijnlijk zijn er al inzendingen binnen. Kun je daar iets van noemen? Want daar doel je denk ik op. Ja, precies. Ja, klopt. We hebben bijvoorbeeld twee initiatiefnemers die eigenlijk bezig zijn met een speeltuin en verfraaiing daarvan. Aan de Meeslaan zijn ze bezig. En bij de Neerijnenlaan zijn ze druk bezig met met de speeltuin. Dus zo, langzaamaan komen de aanvragen binnen. Zitten er ook dingen tussen waarvan je zei van, daar maken we nou het verschil mee? Ik denk dat wij vooral het verschil gaan maken ook in mensen bij elkaar brengen. We hebben bijvoorbeeld 27 juni een groot evenement op het Kalverbos. Dat is natuurlijk ook bedoeld voor een deeltje te werven voor die prijsvraag. Hè, dat mensen daar, en dat levert mensen natuurlijk niet alleen kans op die prijzen op, maar ook wel, ze krijgen vermelding op onze site, ze krijgen vermelding via Facebook. Dus op die manier krijg je dat het gewoon meer bekendheid krijgt. 27 juni zeg je op het Kalverbos. Wat gaat daar precies plaatsvinden? We hebben eigenlijk, begin januari noemden we dat een inspiratieavond. Die was wat kleiner, daar zijn jullie toen ook geweest. Mm-hmm. Daar kregen we heel veel positieve reacties op van de initiatiefnemers. Omdat ze het heel prettig vonden om ook met elkaar in gesprek te kunnen. En daar waren dus ook bedrijven of mensen, stichtingen die het kunnen ondersteunen, financieel. Want dat is ook gewoon nodig voor sommige dingen.
En tijdens die 27e juni krijgen ze mensen de kans om bekendheid te geven aan hun initiatief aan de ene kant. Maar aan de andere kant ook om... Zoals een soort markt. Ja, om anderen en om mensen die alleen een idee hebben en nog niet zo goed weten, ja, waar moet ik nou zijn? Of daar loopt het vaak op stuk, ja, hè? Ja, precies. En ik denk dat mensen daar hebben een voor idee, ons een, maar dan komen ze vaak in aanraking met de gemeente. Ja, en, klopt. Ja. En ik denk dat daar voor ons ook een grote taak ligt als werkgroep, om mensen dus ook echt daarin waar nodig misschien te bemiddelen. Hè, van waar loopt u nu tegenaan en wie kan u daarbij helpen? Maar ook initiatiefnemers bij elkaar te brengen. Hè? Nou, het gaat natuurlijk ook om de sociale cohesie vaak in de wijk. Ja. Mm-hmm. Hoe is daarmee gesteld in Tiel? Wat voor indruk heb jij daarvan? Dat is een hele lastige, maar wel een hele goede. Ja, ik denk dat er nog wel veel werk aan de winkel is. En ik denk dat er grote verschillen zijn in de wijken qua mate van cohesie. Maar ik denk dat mensen elkaar wel steeds meer beginnen te vinden. En ik denk, daar moeten we ook gewoon naartoe uiteindelijk. Denk en wat zijn je indrukken? Ik bedoel, je bent in de Meeselaan geweest voor een speeltuin? Of tenminste, de afspraak staat nog, maar ik heb die mensen wel gesproken. Ja, wat er ook wel wordt aangegeven is, mensen zijn dan met een aantal bezig met een initiatief. En dat geldt niet alleen voor de Meeselaan, maar voor meer initiatieven. Ja, dat het toch wel, dat zie je eigenlijk overal, hè, dat het toch op een paar mensen dan terechtkomt. En ja, willen we ook inderdaad met bijvoorbeeld 27 juni en die prijsvraag en de burendag mensen gewoon bij elkaar gaan brengen. Want afgezien van het geld, ik bedoel, je hebt toch niet de gemeente nodig voor een barbecuefeest? Nee, zeker niet. Dat kun je toch samen organiseren? Ja, maar ik denk wel dat het goed is als gemeente om het te faciliteren, om het onder de aandacht te brengen en om mensen bij elkaar te brengen. Ik denk dat je daar als gemeente wel een functie hebt. Hey, ProTiel, daar ben je lid van. Ja. ProTiel, die heeft een flinke klap gehad, hè, bij de verkiezingen. Ja. Jullie zijn weer geleden, maar goed. Jullie zijn aan het opkrabbelen? Ja, denk het wel. Waar blijkt dat uit? Ik denk dat eigenlijk waar wij op ingezet hebben tijdens de verkiezingen, hè, dat we frisse wind hadden. Ik was er natuurlijk jong bij gekomen. Ons huidige raadslid Mustafa Aliskan is natuurlijk wel een stukje nieuwe wind in de partij. Ik vind jou een behoorlijk frisse wind. Even een positief complimentje. Dank je wel. Maar waarom ben jij geen raadslid? Ja, ik ben niet gekozen. Ja. En waarom stond je zo laag op de lijst? Ik stond vierde. Ik stond in principe op een verkiesbare plaats. Maar het ging even anders. Er kwam iemand overheen vliegen. Ja, ja. Hey, hoe vind je het, politiek? Bevalt dat jou? Ja, heel goed eigenlijk. Ja, ik zit Wat is jouw achtergrond? Ik ben zelf orthopedagoog. Dus ik heb een tijdje in jeugdzorg gewerkt en in de kinder-GGZ. Momenteel werk ik als docent op de Radboud Universiteit bij pedagogiek. Ik kan mijn ei wel goed kwijt in commissie samenleving. Zeker. Waarom is jouw keuze destijds ProTiel gevallen? Omdat ik geloof in lokale partijen op lokaal niveau. Ik vind dat wel. Ik merk ook dat wij eigenlijk wel bij sommige dossiers zijn we het weer meer eens met die partij en bij sommige dossiers weer met die partij. Ik denk dat je dan net wat meer ruimte hebt dan wanneer je toch in een landelijk. Je moet in de oppositie wel opboksen tegen Pieter van den Burg. Nou, mm-hmm. Jij persoonlijk dan niet inderdaad, wel in commissies. Hoe doet jouw partij dat? Ik denk wel goed. Ik denk, Pieter die heeft zijn kracht, denk ik, en zijn electoraat, zeg maar, zijn achterban. En ik denk dat wij toch een andere groep... Waar ligt dat verschil dan? Ik denk voor een stukje in stijl. Hè, PVDB, die heeft een andere stijl dan wij. En, wat is dan de stijl van ProTiel? Zijn jullie nog aan het ontwikkelen? Ik denk dat we voor een deel aan het ontwikkelen zijn, maar ik denk ook wel dat wij sterk zijn in onze achtergrondkennis. Ik denk dat wij wel een aantal... we hebben natuurlijk jongere garden, maar we hebben ook wel een aantal mensen die echt al wel heel wat jaren meedraaien. En ik zelf leer ook elke fractievergadering weer, want dan denk ik over een bepaald onderwerp, denk ik, ja, dat moet je gewoon zo. En dan zeggen ze, ja, maar dat is een dossier, dat speelt al decennia. En, ja, maar daarom is een frisse wind misschien ook helemaal niet verkeerd. Nee, klopt. Maar ik denk dat daar de combinatie tussen, dat het ook wel eens goed is, dat elkaar een beetje... opheft. Okay. Volgens mij hebben we gesproken met de kroonprinses van ProTiel. Nou, kunnen we het best zo stellen. Nou, dankjewel. Dat is een compliment. Ja. Hey, veel succes met Wijk en Buurt. Dankjewel. En we zijn erbij. Nou, leuk. Dankjewel. Valuin Natuursteen is een bedrijf in Tiel en daar is een expositie gaande en die heet As in Beeld. We hebben Michiel Valuin uitgenodigd om daarover te vertellen. Welkom Michiel. Dankjewel. Een expositie, een bijzondere expositie, niet alledaags. Kun je daar iets over vertellen? Zeker een bijzondere expositie.
waarbij je de diversiteit aan kunstenaars, maar ook het samenwerkingsverband van ons als commercieel bedrijf met onze relaties, in die zin kunstenaarsrelaties. Wij proberen hen een podium te bieden. Wat is er te zien? Heel divers. Dat 57 kunstenaars hebben de vraag op een bepaalde manier beantwoord. En de vraag was, wat doe je met het as van een overleden persoon nadat het gecremeerd is? En we kennen van vroeger de urn, maar tegenwoordig kan er veel meer. Dat is het verhaal dat wij samen met de kunstenaars en ambachtslieden willen vertellen. De urn op de schouw is niet meer van deze tijd. Het zou veel beter, en dat merk je ook wel in de markt, het kan veel beter gepositioneerd worden in die zin dat het een beeld in de tuin kan zijn. Of een beeld in huis zelf, maar niet meer van de klassieke urn op die manier. En daarop hebben de kunstenaars inderdaad gehoor gegeven. En hele diverse objecten aan zich, dus kleine objecten. Maar ook verstrooiingskunst bedacht eigenlijk. Jullie hebben dat gedaan met het oog op commerciële activiteiten? Ik denk dat wij als ondernemer dat altijd ergens hebben. De kunstsector voor ons als Verlui Natuursteen zijnde is meer het laboratorium dan dat we daar de hoge marges halen. Maar voor onszelf als personen, om meer uit onszelf te halen, uit de machines, uit de materie, is dat wel een hele interessante markt om te begrijpen. De markt is moeilijk, hè? Ook bij jullie. Ja, dus in het algemeen is de markt moeilijk. Dus wij ook wij zijn aan het onderzoeken van waar kunnen we nog iets verzinnen. Hè? We willen in het totaalbeeld willen we het gedenken verzorgen. Niet alleen de grafstenen waarvan wij toch wel een goede naam hebben opgebouwd, maar ook in het algemeen. En de kleine urn is dan minder, maar als we ook de kunstenaar kunnen helpen met mogelijkerwijs mooie objecten de wereld in te brengen en er moet een natuursteen sokkel onder, dan zou er een direct verband zijn. Ja. Dat is wat een achterliggende commerciële gedachte is. Maar wij denken gewoon, we willen graag aantonen dat het anders kan, dat het mooier kan, dat de Chinese urnen in een webshop, ja, die gaan 10 keer over de kop. Misschien is het leuk om even te kijken naar wat leuke voorbeelden van die kunst. Michiel, je had het net over verstrooiingskunst. Is dat een nieuwe tak van sport? Ik had al nooit van dat woord gehoord. Nee, dat nou, sport is misschien niet echt een net woord ervoor, maar je begrijpt wat ik bedoel. Ja, het was ook verbazend voor ons. We hebben de vraag bij de kunstenaar neergelegd en wij stonden open voor alle mogelijkheden. En uiteindelijk bleek er een aantal met een bepaald idee rond te lopen. En door samen te werken en onze kant, we kennen de regels, we weten wat wel en wat niet kan, wat al gangbaar is, blijkt er iets ontwikkeld te zijn. En dat is inderdaad een manier van verstrooien. Met andere woorden, je gaat met het as naar een strooiveld toe. Dus dat kan op de begraafplaats, dat zou bij een crematorium kunnen. Deze mevrouw, dat is Claire Zoon uit Culemborg, werkt hier met heel veel textiel. Textiele kleden, daar zitten linten in, verspreid over het hele vlak. En in principe wordt as daarin opgeborgen, meegenomen naar de begraafplaats. En men kan er omheen, heel bijna ritueel, als in een ritueel, kan men ieder voor zich, dus een kleinkind, een oma, een tante, een nog directere nabestaande, kan heel rustig het lint wegtrekken en vervolgens verdwijnt de as door het textiel op het gas. Beter is dat dan dat je met een koker rondloopt en eigenlijk, ja, en dan, nou, jij ook nog even, ja, dat dat op die manier gaat. Ja. En dit is veel mooier. Van, nou, dat is toch een soort van verstrooide kunst. Mooi. Als ik bij jullie langskom op het industrieterrein Kelle, wat ga ik dan aantreffen? Een laagdrempelige tentoonstelling. Het is opgebouwd uit podia, waarbij we de het object en de kunstenaar daadwerkelijk op een podium zetten. Diverse objecten van kleine sieraden tot hele grote
objecten die op een crematorium of een begraafplaats geplaatst kunnen worden. Het is opgesteld op underlayment podia, waardoor het een hele transparante, laagdrempelige, dat is toch al lastig in dit vak, een laagdrempelige manier gepresenteerd wordt. Je kunt er overal doorheen, dus je kunt echt van alles van alle kanten met zien. Met een grote diversiteit. Vertel nog even, tot wanneer is die tentoonstelling? Het loopt tot en met 26 september, dat is tot en met zaterdag 26 september. Oké, dus en dan is het 6 dagen in de week? 6 dagen in de week van 10 tot 4 en ook op zaterdag van 10 tot 4 te bezichten. En waar moeten mensen zijn? Morsestraat 32. Waar is dan de Morsestraat? Is op Kelle? Kelle inderdaad, dat is... Wat zit het vlakbij? De autogarage daar. Ja, achter de autogarage. Oké, okay, in die hoek. Graapkerker zit in de hoek. Ja. Falcon. Maar dat zijn Tom meenemen. Nou, een heel mooi initiatief. Wij gaan zeker kijken, André. Hè? Doen we. Tot zover deze aflevering van Der Vlerk. En Ter Haar. Natuurlijk zijn we er volgende week weer. En graag tot dan.